Ja, beste mensen, Eco-tuindagen. Ze komen eraan 4, 5 en 6 juni, het Pinksterweekend, dus de maandag. En 4 en 6 juni is de tuin open van Petra, de Schingaard. En daar ben ik nu. Ja, we gaan dus de tuin in van Petra en Daniel, had ik net moeten zeggen. Hier is Petra. Petra. Ja, het ziet er nou uit dat het een verlengstuk van het interieur is, jullie tuin. Klopt dat? Wat gaan we hier ontmoeten? Het is een heel veelzijdige tuin waar je eigenlijk ontzettend veel in kunt beleven. Er zijn heel veel verschillende soorten planten en dieren te ontdekken. We hebben paadjes door het gebied lopen, waardoor je elke keer vanuit een ander stukje in een nieuw stukje terechtkomt wat er weer anders uitziet. Dus het is eigenlijk een soort avontuur als je erheen loopt, die ook nog eens een keertje heel goed is voor de natuur en dus ook voor de mensen. Ja, wat een leuke boompjes. Ja, wat je hier ziet, dat zijn asperges. Okay. En asperges, die kennen de meeste mensen als wit, maar ja, asperges zijn in wezen natuurlijk net zo groen als alle andere planten, zodra ze boven de grond zijn. En op het moment dat ze boven de grond komen en groen worden, dan zien ze hier heel anders uit dan we gewend zijn. En je ziet hieronder hoe je ze kunt eten als groene asperge, dus deze zou nu geoogst kunnen worden, gegeten kunnen worden. Dat doen wij nog niet, want deze planten staan hier nog niet zo lang. En dat wil zeggen dat elk stukje wat je eraf haalt, energie is die verdwijnt. En het gevolg daarvan is dat je maar een paar keer zou kunnen oogsten en het dan weg zou zijn. Dus die planten moeten eerst alle energie die ze uit de zon kunnen halen vastleggen in hun wortels. En als ze dat een paar jaar hebben gedaan, dan kun je er goed van oogsten. Dus we laten ze nu groeien. Ik vind ze er zelf prachtig uitzien. En je ziet al dat sommige planten al veel sterkere wortels hebben. Die hebben al veel dikkere stengels en veel meer. En over een paar jaar kunnen we weer eens flink van gaan oogsten. Zijn we hier op een bijzonder plekje verzonken, letterlijk in de aarde. Vuurplekje. Ja. En lekker warm. Weer gericht op het zuiden, lekker warm. In het voorjaar en het najaar, als je dan s'avonds hier gaat zitten, dan zijn de stenen nog warm van de zon. Dan kun je hier genieten van de vleermuizen. Er zijn hier verschillende soorten vleermuizen. En als je hier geduldig wacht, dan komen ze allemaal op hun eigen tijdstip. Komen ze over je heen cirkelen om de insecten te vangen. Een enorme beuk. Jonge beukenblaadjes kun je ook eten, heeft Petra me verteld. En hier rukt het bos alweer op met de truigte, hè, met brandnetel, braam en boompjes. Hier staan ze dus gebroedelijk naast elkaar, de eik en de hazelaar. Welke mag er weg? Uiteindelijk. Welke mag er blijven? De hazelaar natuurlijk, want die levert ons wat op. Mm-hmm. Overigens. Maar je laat wel de eik dan nog even staan? Ja. Want die levert ons straks ook wat op, want als die groot genoeg is, dan is het natuurlijk hout. Ja. En wat je net zei over dat jaar met die groene asperge, maar dat is dus eigenlijk een heel andere manier van denken, want het is een soort vaste plant dan, die je dus meerdere malen, zelfs 15 jaar, helemaal kunt blijven oogsten ook en groeien. Het doel is om zoveel mogelijk planten te hebben waar we van kunnen blijven oogsten, dus meerjarige planten. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een linde staan, een winterlinde. Okay. En het is de bedoeling dat als die het goed doet, dat we daarvan gaan oogsten en dat dat onze slaboom wordt. Ah. De jonge bladeren van de linde, die hebben een sla-achtige smaak. Dus dan hoef je niet elke keer ruzie te maken met de slakken. Ja. En je hoeft niet elk jaar opnieuw te gaan zaaien. Maar je kunt gewoon je boom snoeien. En hoe meer je hem snoeit, hoe meer blad, dus hoe meer eten je hebt. Okay. Ja, wat u misschien nog niet heeft gehoord, tussendoor, tussen alle tekst door, is dat het toch wel een voedselbos is hier. Ja, het
doel is om er een voedselbos van te maken. En in een voedselbos heb je in deze drie lagen bomen, struiken en bodembedekken. Met als gevolg dat je een enorme opbrengst hebt aan voedsel. Dus dat is het doel wat hier nagestreefd wordt. Nou ja, een bos duurt nog jaren natuurlijk voordat het gegroeid is. Dus de tuin blijft hier in ontwikkeling en wordt uiteindelijk een voedselbos. En jullie zijn er hoe lang al mee bezig, samen met je man Daniel? Ik denk dat we nu met het derde jaar echt bezig zijn hier met planten. Afgezien van de bomen, die hebben we als eerste gezet. Nu zijn we elke stukje een beetje bezig de bodem te verbeteren. Totdat het een bosbodem is waarop je de bodembedekkers kunt laten groeien. Okay. Dus mensen, als u geïnteresseerd bent in voedselbossen, u hoort er misschien heel veel van, hè? Helemaal populair. Dan zit u hier helemaal goed. Want Daniel en Petra hebben namelijk ervaring. Hoe het niet moet, hoe het beter kan, hoe het misschien anders moet. En als u daarvan wil leren, gewoon naar wil luisteren, welkom. Dus alles heeft in wezen zijn nut. Mm-hmm. Er is niks wat nutteloos is. Net als de natuur, hè? Dus geen afval. Nee, zeker niet. Ja, 4 en 6 juni dus. Een schin op schul, de schingaard. En als je meer natuur in je tuin wil, kan je hier veel leren en zien. En de Brahma komt er statig achteraan.